dat ik meer dan die toren zie. Ik heb net hiervoor Legally Blonde gedaan, waar ik van hop naar her, van kledingwissel naar kledingwissel moest. Dus ik zei, oh, ik kijk er zo naar uit om gewoon de hele tijd in die toren te zitten met één kostuum. En dat is ook wel goed voor het gevoel of zo. Dat ze zo opgesloten zit in die toren, dat voel ik dan wel echt als ik daar heel tweede deel zit. Dus ik hou wel van mijn toren. En ik ben een paard. En ik ben een paard. Ja, Florian, wat is ons? Aan de cast vervoeren. Ja, eigenlijk vervoeren. Ja, we zijn eigenlijk paarden, maar wij doen het beroep van een muilezel. Nee, is niet waar. Dus ik ben het paard van Prins Christian, die op zoek gaat naar een vrouw. En jij bent? Ik ben het paard van prinses Miranda, die ook eigenlijk op zoek gaat naar een vrouw. Rapunzelraap, Rapunzelraap, breng me snel een prachtig kind, zodat ik het te gronden kan vernietigen. Het is totaal geen klassiek sprookje. Integendeel, ik denk dat iedereen die hier in het publiek zit zich kan identificeren met een personage uit de musical. Dus dat is wel echt heel mooi. Enkel ware liefde verbreekt de vloek. Ja, voilà. Het is gebeurd. Rapunzel is geen alledaags sprookje. Het einde is ook niet wat de mensen misschien gaan verwachten. Maar ik denk wel dat de mensen er klaar voor zijn of zo. Je merkt ook op het einde dat ze het echt omarmen. En dat maakt het wel tof dat we in een voorstelling staan die ook wel een mooie boodschap heeft. En daar ben ik toch wel heel trots op eigenlijk. Misschien is dit sprookje over 30 jaar wel een klassieker, dat weten we niet. Ja. Ik vind de manier waarop we dit sprookje vertellen van deze tijd, en dat moeten we vertellen, en ik ben heel blij dat wij dit verhaal mee mogen vertellen. Dus ik ben wel echt trots en fier op dit verhaal. Je kent het verhaal van het meisje met de lange vlecht, maar nu wordt het toch iets anders verteld. En daardoor blijft het boeien, zowel voor de kleintjes als voor de grote.